Yo, Nintendo fans! Het is weer tijd om 5 sterretjes te gaan verzamelen in Super Mario 64. En daarvoor springen we weer in dit schilderijtje. Dus even kijken of ik nou de Big Bully eindelijk kan vinden. In de vorige video hebben we namelijk zo'n beetje alles gedaan wat we hier moeten doen, behalve de Big Bully gevonden. Oh ja, doe even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan ga ik eens even kijken of ik hem kan vinden. Klim op dat schijnende schild en ga waar je naartoe wil. Maak alle enemies kapot. Oké. Maar waar is het glimmende schild? Is niet hier, jongen. Is niet hier. Moet ik misschien jou er vanaf plempen, anders? Oh, plemp anders mij er niet vanaf. Nee, laat me met rust. Hots. Ga er vanaf. Is dit de bedoeling? Moet jij weg? Waarom ben jij... Doe eens niet zo irritant, jongen. Hier, klap hem. Nog een keer. Lekker. Oké, is grote boelie nu boos? Is grote boelie daarachter? Dat zou ook kunnen. Ik ben daar trouwens ook nog helemaal niet geweest. Wacht, en wat is dit voor berg dan? Volgens mij zit hier niks. Oh, oké. We gaan hier naartoe. Dit hebben we al gedaan met de rode muntjes. Wacht even. Moeten we deze kant op? Oh, jongen. Laat me met rust. Hier, flieker er lekker zelf af. Wanneer je iets wil zeggen wat je niet wil zeggen, maar het toch zegt. Hoppakee, lekker. Juist. Oké, hier hebben we een draaiding. Een lastig draaiding zo te zien. We gaan deze kant op. Hier overheen. Hier naartoe. Ja. Oh ja, hier is die eindelijk. Grote bubbelu. Ja. Doe hem, gooi hem. Oké, nee, laat maar. Ga maar eerst die kant op dan. Oké, ga maar naar het randje. Nee, niet Mario naar het randje duwen. Gast! Oh, nu kunnen we hem hebben. Lekker! Ja, dit was hem. Oh, ik moet alleen nog even daar naartoe. Hoe kom ik daar? Oké, ze hebben een trappetje gebouwd voor mij. Hoppakee! We hebben eindelijk de ster gevonden die we moesten vinden. Het mocht even duren, maar dan heb je hem ook. Hey. Hier zit ook nog een deurtje. Hier ben ik helemaal nog niet geweest. Wat is dit? Oh, hier ben ik wel geweest. Nee, hier wil ik niet naartoe. Wat is hier? Hier ben ik nog niet geweest. Wat is dit voor deurtje? Waar gaan we naartoe als we hier... Go Mario, zwemmen! Eens even kijken waar we nu uitkomen. Wat is dit? Oh, daar hangt een bordje. It is decreed that one shall pound the pillars. Oftewel, we moeten alle pilaren pounden. Hotseflots. Hotseflots. Oh, ja, het water zakt. Dit is denk ik het water buiten het kasteel. Let's go, Mario. Ja. Kijk, nu kunnen we hier lopen. What? En volgens mij zat hier ergens dan ook nog een deurtje of zo. Oh nee, daar zijn we net doorheen gekomen. Maar we kunnen wel hierin. Wat is deze? Welkom naar het verborgen cap switch baan. Alle blauwe blokken die je vindt, worden weer heel als je op de switch stapt. Je verdwijnt als je de vanish cap opdoet. Oh, en nu kunnen we gewoon door dingen heen lopen. Oh, wat grappig. Oké, lachen. Oh, daar is een rood muntje, oké. Hier is een uppie. Ja, top, oké. Waar gaan we nu naartoe? Gaan we nu hier naartoe? Hoe moet je ooit alle rode muntjes pakken? Hey. Wacht even. Huh? Wat moet ik hier doen? Waarom ben ik nu niet meer verborgen? Ren. Lekker. Spring. Ren. Lekker. Wat is dit voor rare baan? Raar level dit. Even kijken of hierboven nog iets is. Nee. Wel een rood muntje, maar daar hebben we niks aan. Want we hebben toch al die rode muntjes nog niet gepakt. Lekker. Deze hebben we wel. Ja. Oké, de rode muntjes, uppies, wat ligt er nog meer? Ja, hier liggen dus heel veel rode muntjes. Oké, nu ben ik beneden. Kan ik dan nu dit ding aanraken? Nee, we moeten op de switch stappen. Ah, die zit waarschijnlijk aan het einde van het level. Oké, hopen dat het nu allemaal goed gaat hier. Ja, nice. Niet nice. Spring. Oh my goody. Oké, spring. Oké, ga je nu de jump goed maken, Mario? Ik krijg een beetje Sonic vibes van dit level. Weten jullie waarom ik Sonic niet zo'n leuk spel vind? Omdat je in Sonic totaal niet kan zien wat je moet doen. Vooral die oude Sonic games is gewoon keihard rennen en hopen maar dat je op het juiste plekje terechtkomt. Dat is ook een beetje met deze jump. Deze jump is gewoon de Sonic jump. Oké, we zijn hier. Dan ga ik nu springen. Ja, klimmen.
Je moet naar rechts, hè, Mario. Ik zie echt totaal niet waar ik naartoe moet. Oké, dit kan nog goed komen. Spring. Lekker. Oké. En... Spring! Woe! Ja, we zijn bij het blauwe blokkie. Lekker. Nu zijn alle blauwe blokjes in de wereld zichtbaar geworden. Nice. Ja, dat zijn dus deze. Die kunnen we nu eindelijk gewoon aandoen. En daarmee krijg je zo'n vanish cap. Dus dat betekent... dat je niet geraakt kan worden. Kan er nog steeds altijd afspringen. Hè? Ik weet niet of dit de level is wat ik uit moet spelen of zo. Weet je wat? Ik ga gewoon proberen om alle rode muntjes te pakken. Ik heb er al 5. De 4 in het begin heb ik ook gepakt. Deze hebben we ook. Nice. Dan... Ah, daar gaan we weer, jongens. Ik word alweer gefrustreerd van Mario 64. Echt. Ah! Ik heb een aantal reacties gezien van mensen die zeiden van... Ja, maar Rick, je kan hier niet op haten. Dit was de beste game ooit. Ja. Misschien de nadruk op was. Toen we nog geen betere games hadden. Toen we dit nog konden accepteren dat de controls gewoon niet zo heel fijn waren. Kijk dan! Waarom spring je daar nou vanaf? Waarom moet je doorglijden? Wie heeft verzonnen dat Mario gewoon altijd door moet glijden? Je hebt gewoon niet altijd de controle over Mario. Dat vind ik zo vervelend. En nu zullen er ongetwijfeld heel veel mensen die zeggen van... Nee, dat moet je zo doen, Rick. Dat moet je zo doen. Dan is het allemaal niet zo moeilijk. Dat geloof ik. Ik geloof jullie. Maar dan nog... vraag ik me af waarom dit zo moet. Kijk, je moet natuurlijk gewoon een beetje tegensturen. Dat snap ik ook wel. Dat snap ik ook wel. Maar waarom moeten ze dat allemaal erin doen? Misschien zijn nu de games gewoon te makkelijk. Weet je, we hebben het er wel eens over dat games tegenwoordig heel simpel zijn. Ja, dit was niet simpel. Ja, dat is waar. Dat is waar. Misschien moeten we dat dan maar... misschien moet ik dat dan maar accepteren. Dat de games vroeger gewoon een stuk moeilijker waren. Pak hem. Oké. Pak hem. Nee, oké. Pak hem. Nee, oké. Oké, nee, niet. Pak hem. Ja, goed zo. Oké. Ik moet en zal dit nu ook gewoon halen natuurlijk, hé. Hier zit er nog één. Ja, goed zo. Die hebben we ook te pakken. Go. Waarom springt hij nou hier niet? Spring nou. Gewoon een keer goed. Oké, dit gaat hem worden, jongens. Dit gaat hem worden. Kom op. Spring dan! Waarom springt hij niet, jongen? Kom op, Mario. Alsjeblieft, spring. Hè? Jemig. Oké, wat is dit? Is dit... Oké, moesten we alleen nog dit doen? Oh, wacht even. Waarschijnlijk kunnen we met deze... daar doorheen lopen. Gelukkig hebben we hem gepakt. Anders hadden we alsnog een probleem. Ja! Oké, we hebben een ster. Nice. Nou ben ik eigenlijk benieuwd of daar nog een ster in zit. Er was daar nog een gat namelijk waar we in konden vallen. Laten we even kijken wat dat voor gat is dan. Even kijken. Hier. Dan zit hier normaal de ster. En wat als je dan hierin valt? Nee, dan gebeurt er niks, hè? Nee, dan kom je gewoon weer bij de uitgang. Ja, precies. Dan kom je gewoon weer bij de uitgang. Na ongeveer 20 minuten spelen heb ik hem eindelijk. En zo ontrafelen we de geheimen van het kasteel. Eens even kijken. Ik zie hier ook weer 2 deurtjes trouwens. Ik weet niet meer waar ik vandaan kwam. Maar hier is een deurtje en daarboven was ook een deurtje. Ik denk dat ik hier vandaan kwam. Oh, en dit zal dan wel een deurtje zijn naar de hal. Of niet? Hé? Kunnen we hierin? Ah, hier hebben we 30 sterren voor nodig. Aan het einde van deze video kunnen we daar naar binnen. Zullen we dan nog een keer de geheime wereld proberen? Ja, dit is niet het allermakkelijkste leveltje. 1. En 2. Hoppa. Volgens mij lag hier ook een rood muntje boven, hè? Ja, die kunnen we nu zeker niet meer pakken. Ligt hier inderdaad een rood muntje boven? Nee, daar ligt geen rood muntje boven. Oké, cool. We zouden op zoek kunnen gaan naar alle rode muntjes in dit level. Kijk, we moesten hier zo. Ja. Dan ligt daar een rood muntje. Oké, cool. Daar ligt geen rood muntje. Nee, oké. Hier ligt voor de rest volgens mij ook geen rood muntje meer. Waar zijn al die rode muntjes dan verstopt, joh? Oké, wat als ik hier word opgevangen door de draaikool? Kan ik dan... Zou ik dan wel die ster gelijk daarboven kunnen pakken? Oeh. Dat is wel hoe je dit kan doen. Oh, dit kunnen wij de volgende keer. Ik ga nu nog gewoon proberen om zo te lopen. Dan krijgen we wel last van deze vuurtorie-ding. Vuurtorie-ding is weg. Niet er vanaf vallen. Kijk, daar is Shy Guy. En die blaast ook vuur. Hij is wel dood. Hij is wel hartstikke dood nu. Wacht even. Nee! Nee! Ik weet weer waarom ik dit geen leuk level vond. Oké, maar ik heb hem door. Hey Bobby, wat ben jij hier trouwens aan het doen? Ik maak een kanon voor je klaar. Oh, wacht even. Maar waar is dit dan? Ik weet niet waar dit kanon staat. Oké, wacht. We moeten ons niet laten pakken door dat ding.
We moeten... Nee, terug, Mario. Kom maar nog een keer. Komt hij niet nog een keer? Ja, hij komt wel nog een keer. Hiervoor. Ja, en dan nu. Nee! Waarom kan ik nu niet naar het ding geblazen worden? Net ging ik veel hoger. Kom hier. Hier dan. Doe ik net een stapje terug. Kom maar. Ja? Hoog. Ja! Ja! Lekker, zo pak je deze ster. Dit is een veel makkelijkere manier. Heel nice. Lekker, man. Ja, dit voelt goed dat we deze hebben gefixt, jongens. Dit voelt heel goed. Maar nou is hier dus ook een grote vogel. En die grote vogel die heeft ook een ster. Kijk hier. Kijk hoe sneaky dit rode muntje verstopt zit dan. Kijk hoe sneaky. Ja, dan val je ook nog bijna gewoon in het drijfzand, hè? Niet oké. Oké, rood muntje 2 zit hierin. Rood muntje 3 ligt daar, bovenop. Maar ik weet echt niet waar de rest van de rode muntjes allemaal zijn, joh. Ik zag er nog hier eentje in het water liggen, volgens mij. Ja, kijk, daar. Dit is pas nummer 4, hè? Dus er zijn gewoon nog 3. Eentje hangt hier in de lucht. Die moeten we sowieso, denk ik, ook pakken met zo'n draaikolk. Kom maar, draaikolk. Kom maar. Pak maar hier. Eens even kijken, hoor, waar die dan precies is. Daar is die. Oké, te moeilijk. Er hangen er zelfs 2 in de lucht. Weet je wat? Ik ga wel hier even naar binnen. Dit is de tempel van Tutankhamon. Kennen jullie Tutankhamon? De meest legendarische farao ooit, volgens mij. Hé, kunnen we hierop? Ja, en dan? Oh, daar zit de uppie. Nee, oké, ik hoef geen uppie. Hier zitten waarschijnlijk muntjes in. Oh, hier zit ook een uppie in. Waar ga ik heen? Ik weet niet welke kant ik op moet. En ik ben hier keihard geplet. Dat is nooit fijn voor Mario. Waar ga ik heen? Is het drijfzand heel misschien? Moet ik daar dan misschien niet in? Moet ik hier over de rand? Waar ga ik heen? Oké, we kunnen hier overheen. Ja, hierop. Daar is een trappetje omhoog. Of nou ja, geen trappetje, maar een klimding. Episch mooi klimding, jongens. Brandweermannen klimmen toch ook altijd in zulke dingen? Oké, wacht even. Dit. Het gaat niet zo snel. Mario heeft vandaag eventjes geen zin, jongens. Mario denkt van... vandaag gaan we gewoon keihard chillen. We doen dit gewoon heel rustig aan. Gewoon als hoe Luigi dit zou doen eigenlijk. Nou, helemaal top. Ik denk dat ik nu hier naar boven moet klimmen. Ik zie niet zo goed wat hier allemaal gebeurt. Oh, oké. Laten we maar even hierin gaan staan. Ja, dat leek me de slimste optie. In plaats van eroverheen te proberen te springen. En nu. Een hartje. En een trappetje. Een heel apart trappetje, moet ik zeggen. Ja, ik hoop dat we die hier niet vanaf kunnen vallen. Dat zou niet zo chill zijn, want we zijn knijterhoog nu. Oh, oké. Daar... Pas op! Nee! Ren! Die kunnen we ook volgens mij gewoon niet kapot maken, die stroombollen. Anyway, we gaan weer brandweerman spelen. En nu, waar gaan we nu naartoe? Camera probeert te draaien, maar lukt niet helemaal. Gaan we die kant op? Oké, we gaan die kant op. Ik wil eigenlijk gewoon hier op. Zou dat kunnen? Dat moet kunnen, toch? Ik moet hier op kunnen springen straks. Let's go. We gaan door. We rennen hier naar boven. Hier moeten we een backflip maken, denk ik. Oh nee, we kunnen gewoon erop klimmen. Maar ik vind een backflip leuker. Backflip hype. Oké, geen backflip hype. Laat maar. We gaan gewoon zo het randje pakken. Anders donderen we straks helemaal naar beneden. Wat is dit trouwens voor gevangenissen hier, joh? Zouden we daar ook nog komen? Ik denk het wel. Maar nu pakken we gewoon even deze ster. Hoppakee, nummertje 29. Maar wat kunnen we nog doen in dat level? Ik heb nog steeds dat ding niet uit de talents van de Big Bird gehaald. Nee, ik moet nog steeds de ster van die vogel jatten. Kijk, daar vliegt hij nu. Hij heeft een sterretje te pakken. Weet je wie Big Bird eigenlijk is? Pino. Pino in het Engels heet Big Bird. Pino, kom hier, jongen. Ik heb je sterretje nodig, Pino. Kom, geef mij nu je ster. Ik geef je er niks voor terug. Oké, we gaan weer in een draaikolk. En dan ga ik proberen te landen bovenop zo'n pilaar, denk ik. Ja. Kijk, daar vliegt hij. Kon ik hem al pakken? Ja. Ja, we hebben hem! We hebben hem gepakt! Lekker! Dankjewel, Big Bird. En toedeledoki. Tot de volgende keer. Wacht even, konden we hier op rennen? Nou, serieus? Zit ik even moeilijk te doen? Kunnen we gewoon erop rennen?
Nou jongens, dan weten jullie dat ook weer. Als je Mario 64 gaat spelen, er zijn een aantal manieren om de sterren in deze wereld iets makkelijker te krijgen dan dat ik in eerste instantie probeer. We zijn nu op 30. Doe weer dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dan zie ik je bij de volgende. Mazzel!